Goedemiddag, meneer Koolewijn. Goedemiddag allemaal. Dat dacht ik. We staan hier vanmiddag in Kampen op een fantastisch mooi plekje hier bij de toren. En ik heb geen idee wat er hier gaande is. Ik neem aan dat u er meer van af weet dan ik. Nou, we zijn al in de herfst. En als er één ding is waar wij zeg maar, ook in de winter naar uitkijken, dan is het wel kerst in Oud-Kampen. En kerst in Oud-Kampen bereidt zich voor. Laat vanmiddag zien zeg maar, hoe haar nieuwe logo eruit ziet. Bestaat 20 jaar maar liefst. Dus dat wordt ook dit jaar gevierd. En we staan hier eigenlijk min of meer ter ere van de verjaardag van kerst in Oud-Kampen. En ja, ik hoop kerst in Oud-Kampen opnieuw een hart onder de riem te steken. Want al die ongelooflijk vele vrijwilligers die daar telkens mee bezig zijn met het bestuur en de creativiteit. Hele jonge kinderen zijn erbij betrokken, maar ook mensen van alle leeftijden zijn erbij betrokken. En elk jaar als ik ook gasten van buiten Kampen uitnodig om kerst in Oud-Kampen te bezoeken, dan zijn zij diep onder de indruk van de vele vrijwilligers die of aan acts meedoen of de zaken opbouwen of de zaak weer opruimen, maar vooral ook vanwege de geweldige sfeer die hier dan wordt neergezet. Dus ja, het is donker, het is koud meestal. We hopen dat het weer wel gaat meevallen. Ik heb het ook met sneeuw en met regen meegemaakt, maar ieder die kerst in Oud-Kampen ooit heeft beleefd zal opnieuw daarna gaan uitkijken van ja, zaterdag of zondag ik ga wandelen, kijken wat er op dit moment opnieuw te beleven valt. Dus wat mij betreft een lichtpunt in de donkere winter. En moeten we dit zien als een voorproefje, dus als een soort item waar we van zeggen, dit wordt een promotiemoment? Nou, het is denk ik wel het moment om weer bewust te zijn van kerst in Oud-Kampen komt eraan. Ik weet ook dat er verschillende ondernemers zijn, maar ook instellingen die ook vrienden en bekenden gaan uitnodigen. Daar moet je vroeg mee zijn om ze uit te nodigen. Nou, zometeen zien we de data weer waarop kerst in Oud-Kampen in 2019 wordt gevierd. De 20ste versie. Dus wat dat betreft alle gelegenheid om heel veel mensen uit te nodigen. En laat al die mensen weten dat ze hier heel hartelijk welkom zijn en dat ze zeker niet voor niks naar Kampen komen. Maar het is altijd weer verbazingwekkend wat hier bij kerst in Oud-Kampen wordt gepresenteerd. Inderdaad, er valt altijd heel wat te beleven als het zover is. Hartelijk dank voor uw woorden, meneer de burgemeester. En ik wens u nog een prettige middag verder. Nou, en ik hoop u natuurlijk ook tijdens kerst in Oud-Kampen weer volop te zien met de camera en met de microfoon om allerlei mensen te interviewen. Want het is echt het enthousiasme waard. Hartelijk dank. Hartelijk welkom, de sfeer zit er alweer in. Hartelijk welkom bij de officiële kick-off. Of het warm draaien, of de snow-off, of Optiekampus, wie trapt hem aan. Voor kerst in Oud-Kampen, over nou iets meer dan 2 maanden, staat deze prachtige binnenstad weer helemaal in het teken van het leukste kerstfeestje ooit. Dat is kerst in Oud-Kampen. 2 avonden lang, op zaterdag en op zondag, staan we hier midden in het feestgedruis. En eerlijk gezegd, ik weet niet hoe het met u is, maar daar heb ik nu al zin in. Gaat u kijken op de website van kerst in Oud-Kampen, dan ziet u daar een teller staan waarop u precies bij kunt houden hoeveel dagen, hoeveel weken, hoeveel uren het gaat duren voordat het kerst in Oud-Kampen is. En het mooie is, die website van kerst in Oud-Kampen is vernieuwd. Hij is nu nog niet online. Nee, nog niet. Maar zo dadelijk wel. En daarvoor zijn we hier bij elkaar om daarvoor het startsein te geven bij deze officiële snow-off, kick-off, aantrapfeestje. Zelfs een duif hebben wij geregeld. Goed, doen we dat dan. Welkom daarbij. En ik geef u om te beginnen graag het woord aan onze eigen burgemeester, de heer Bart Koolewijn. Meneer Koolewijn. Maar een verjaardag, speciale verjaardag voor kerst in Oud-Kampen. Het wordt namelijk de 20ste editie. En met die 20ste editie wil ik kerst in Oud-Kampen ook namens het gemeentebestuur, maar ook namens de hele gemeenschap van Kampen, hartelijke geluk wensen. En zoals wij dat altijd doen bij een verjaardag, dan zingen we lang zullen ze leven in de gloria. Hiep, hiep, hiep. Hoera! Hiep, hiep, hiep. Hoera! Hiep, hiep, hiep. Hoera! Nou, dat doen we helemaal dus tot december aan toe. Een bloemetje. Voor Jan Liefding en Gerry Kracht. Waar is Gerry?
Daar gaat hij, hoor ik. Dames en heren, Kerst in Oud-Kampen 2019, de 20e editie. Dit is het nieuwe logo, dit is het nieuwe jasje. 20 jaar Kerst in Oud-Kampen vieren wij op deze wijze. Mag ik u applaus daarvoor? Goedemiddag, meneer Liefting. Ja, zeg maar Jan hoor. Nou Jan, ja. Oké. Okay. Wij staan hier op een pleintje, dit is een fantastisch mooi pleintje. We hebben hier de opening van Kerst in Oud-Kampen gehad. En u doet heel veel voor de vereniging Oud-Kampen. En u doet daar heel veel mensen een plezier mee. Hm. Wat gebeurt er allemaal? Heb u enig idee? Kan u er iets over vertellen? Ja, zeker. We hebben dus een, ik vind zelf, maar goed, dat vind ik altijd. Alhoewel, het groeit elke keer wel, maar we hebben een heel spectaculair programma. Of spectaculair in de goede zin van het woord. Er gebeuren zoveel mooie dingen straks 21 en 22 december. We hebben zulke hele bijzondere dingen hebben bedacht. En ik hoop dat het uitgevoerd wordt. En dan wordt het een hele bijzondere editie. En het wordt 2 dagen lang. Ik neem aan dat u de touwtrekker van het hele gebeuren bent met enorm veel vrijwilligers, heb ik gehoord. Ja, ik heb heel veel steun, maar goed, ik mag dan samen met wat anderen het programma bedenken. En daar gaat het uiteindelijk om. Alleen dan moet het er allemaal wel neergezet worden en dan moet het eruit komen zoals ik het in mijn hoofd heb. En dat gaat zeker gebeuren. De voorbereidingen zijn al behoorlijk ver. En we hebben hele bijzondere dingen. Ik denk dat het, als mensen dit weten, dat het heel erg druk gaat worden. Tenminste, als het weer een beetje goed is. Ja. Nou, dat zullen we met z'n allen hopen natuurlijk dat het fantastisch mooi weer wordt. Ja. Maar als ik het goed heb, dan ontdekt u zelf het programma, wat er gebeurt, zo u het wilt hebben met een bepaalde ploeg. Ja, kijk, alles wat ik mooi vind, denk ik dat 80% van de bevolking dat mooi vindt, heel bijzonder vindt. En zo moet je denken. En dan kom je vanzelf op leuke ideeën en met behulp van wat andere mensen komen tot een totaalprogramma. En er is te veel om op te noemen. Ik heb straks een boekje voor jullie. Kunnen jullie straks even kijken wat er allemaal gebeurt. Maar we hebben een lichttunnel, we hebben een onderwaterwereld, we hebben een Jules Verne wereld. We hebben zes grote dinosaurische monsters die door de stad lopen. Het is veel te veel. We hebben een sprookjeswereld. Het is te veel. Ik ga mensen vergeten en dat moet ik niet gaan doen. Nee. Het zal altijd niet meevallen om natuurlijk elke keer en elk jaar weer wat anders te bedenken. Nee, je moet elke keer wat nieuws bedenken. En elke keer denken, wat doen we dit volgend jaar weer? Maar weet je, dan is het januari, dan zit je, heb je de adrenaline. En dan denk je, dat kan nog beter. Dat doen we weer en dat halen we weer van vroeger. En dat is nieuw en dat lukt tot nu toe altijd. Het is al 20 keer gelukt, dus het gaat zeker weer lukken. Jan, wij zullen het zien. Wij zullen het afwachten. En ik hoop met u dat het een fantastische dagen zullen worden. En ik wens je nogmaals veel plezier. Het ziet er in ieder geval mooi uit. Ja toch? In ieder geval bedankt voor je enthousiasme. Want daar willen we de mensen naartoe brengen. Hoe is dat? Hey, dankjewel hè. Oké. On your own front door. It's Christmas. Whoa.